En dit is hem, een dubbel portret van koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Staatssecretaris Wekers sloeg de eerste munt. Opvallend is dat er bij deze munt het vertrekkende staatshoofd op de voorgrond staat. Bij de vorige troonswisseling was dat andersom. Dat kwam omdat de munt toen pas werd geslagen na de inhuldiging van het nieuwe staatshoofd.